In deze video kun je zien hoe je jouw Ring Spotlight Cam Wired kunt installeren. Laten we eens kijken naar de onderdelen van jouw Spotlight Cam Wired. Hier zit de camera, de luidspreker, de schijnwerpers en de bewegingssensor. Deze kabel voorziet de Spotlight Cam van stroom. Sluit voor het installeren je Spotlight Cam aan op een stopcontact in dezelfde kamer als je wifi-router en open de Ring-app op je mobiele apparaat. Ga naar Setup Device. Kies Security Cams en selecteer Spotlight Cam Wired. Volg daarna de instructies in de app om de installatie te voltooien. Zodra je klaar bent met de installatie in de Ring-app, kan het zijn dat je Spotlight Cam wit begint te knipperen en zegt dat hij aan het updaten is. Wacht in dit geval tot het knipperen is gestopt voordat je de Spotlight Cam installeert. Selecteer nadat de installatie is voltooid jouw Spotlight Cam in de Ring-app. Ga naar Live View om live beelden van jouw Spotlight Cam te zien. Haal, als alles er goed uitziet, je Spotlight Cam uit de stroom en neem hem mee naar buiten. Sluit het daaraan op een stopcontact in de buurt van waar je de Spotlight Cam wilt installeren. Geef het een minuutje de tijd om weer verbinding te maken. Ga dan naar Live View om opnieuw de live beelden van jouw Spotlight Cam te bekijken. Als de videokwaliteit er nog steeds naar wens uitziet, dan kun je jouw Spotlight Cam installeren op de gewenste locatie. Indien er problemen zijn met de videokwaliteit op de huidige locatie, kijk dan of je een geschikte locatie voor installatie kan vinden die zich dichter bij je router bevindt. Je kunt ook je wifi-signaal versterken met een Ring Chime Pro. De optimale hoogte om de Spotlight Cam te installeren is ongeveer 3 meter boven de grond. Op deze hoogte is de Spotlight Cam met de bewegingsdetector parallel aan de grond optimaal in staat om objecten van menselijk formaat te detecteren tot op wel 10 meter afstand. Installeer vervolgens de montagebeugel met de kant waarop boven staat naar je toe. Gebruik de kleine waterpas om te controleren of hij recht hangt. Gebruik de montagebeugel als schabloon om de schroefgaten te markeren. Als je de Spotlight Cam op een gemetseld oppervlak monteert, zoals stukwerk of baksteen, gebruik dan de meegeleverde boor om de gaten te boren. Plaats daarna de meegeleverde muurankers. Wil je op een houten oppervlak installeren? Dan kun je de montageschroeven rechtstreeks in de muur schroeven. Zet de 4 schroeven op de Spotlight Cam op de 4 gaten in de beugel en druk deze naar beneden om hem te vergrendelen. De beveiligingsschroef vergrendelt je cam in de beugel en voorkomt dat deze kan worden verwijderd. Gebruik het stervormige uiteinde van de bijgeleverde schroevendraaier om de schroef strakker aan te draaien. Bevestig de stroomkabel aan de muur met behulp van de meegeleverde kabelklemmen. Als je de stroomkabel aan stukwerk of baksteen wilt bevestigen, boor dan eerst gaten voor met de meegeleverde boorkop. Plaats vervolgens de muurankers voordat je de kabelklemmen installeert. Als dit nog niet het geval is, sluit dan nu je Spotlight Cam aan op een stopcontact. Draai de kruiskopschroef aan de linkerkant van de montagebeugel los, zodat je de Spotlight Cam in de perfecte hoek kunt installeren. Draai vervolgens de schroef vast om hem op zijn plek te vergrendelen. Je Spotlight Cam is nu klaar voor gebruik. Voor extra hulp kun je terecht op ring.com/help.